Dit is de Goudmijnhof in Os en in deze zaak gaat het om een gewelddadige woningoverval. Een stel dat in een van deze appartementen woont, wordt in de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 maart wakker van geluid in hun slaapkamer. Om ongeveer 2:05 staan 3 overvallers naast hun bed. En dat is het begin van een regelrechte nachtmerrie. Met grof geweld gaan de overvallers tekeer. Het nog slaperige stel heeft geen schijn van kans. Terwijl één overvaller het huis doorzoekt, gaan de andere twee de bewoners te lijf. Bij de vrouw worden al haar ringen van haar vingers gehaald. Met onder meer een koevoet worden ze zwaar mishandeld. De vrouw houdt er een gebroken oogkas en een gebroken jukbeen aan over. De man een flinke hoofdwond en zwaar gekneusde ribben. Alsof het nog niet genoeg is, wordt hij ook nog vastgebonden. De overvallers nemen de tijd, want ze zijn ruim 20 minuten binnen. In die tijd wordt alles overhoop gehaald. Uiteindelijk gaan ze er met geld, sieraden en een horloge vandoor. De bewoners laten ze zwaar gewond en met een trauma achter. Doordat het stel met zaklampen werd verblind, konden ze de daders niet goed zien. Wat ze wel zagen was een oranje koevoet en dat ze donkere kleding droegen. En wat ook opviel was het lengteverschil. Een van de daders was vrij klein, zo ongeveer 1,70 meter. En een ander was weer een stuk langer, zo 1,90 meter. En een van de daders sprak ook met een buitenlands accent. Je komt hier niet zomaar binnen. De vraag is dus hoe de overvallers dat is gelukt. Want normaal gesproken vallen alle toegangsdeuren vanzelf in het slot. Maar kan het nou zo zijn dat de overvallers in de avond ervoor hebben gezorgd dat een van die deuren niet in het slot viel? Wie kan daar iets over zeggen? Of zijn ze via de garagedeur naar binnen geslopen? Bewoners kunnen de deur automatisch openen. Misschien zijn ze achter een auto aan mee naar binnen gelopen. De overval was dus goed voorbereid en je zou haast denken dat die daders bekend waren hier in de omgeving of met het gebouw zelf. Maar nog belangrijker, ze wisten kennelijk precies waarvoor ze kwamen. Kenden ze hun slachtoffers? Komen ze uit hun kennissen of bekende kring? Wie zegt het iets? Wie heeft de daders voor of na de overval op woensdag 4 maart in de Goudmijnhof in Os gezien? Heeft u andere informatie over deze gewelddadige overval, een vermoeden wie de daders zijn, bel ons. Zijn de sieraden en het kostbare horloge ergens te koop aangeboden? Tippen kan via 0800 60 70.